Tinbergen was erop gebrand uit te vinden wat maakt dat een man een andere man aanvalt. Een toevallige waarneming bracht hem op een idee. Hij zag hoe op bepaalde tijden van de dag de mannetjesstekeltjes in het aquarium voor het raam door het dolle heen raakten. Dit viel altijd samen met het passeren van een postauto. Want die was rood, net als de buik van een stekelbaars man. Zou het in de kleur zitten? Tinbergen knutselde wat wasmodellen in elkaar die allemaal enkele kenmerken van stekelbaarsjes in voortplantingstijd hadden. Maar niet alle kenmerken. Dit gekke ding heeft de rode buik van een mannetje. Het mannetje behandelt het als een echte rivaal en valt aan. Dit is precies een vis, maar dan zonder de rode buik van het mannetje of de dikke buik van het vrouwtje dat kan leggen. Het laat het mannetje koud. Deze kluit was toont een zilvergezwollen buik van een legrijp wijfje. Het mannetje voert de zigzagdans uit. Hij probeert het model zelfs naar het nest te leiden. Het rode model weer. De rode buik is het teken dat het de aanval uitlokt. Alle andere kenmerken tellen niet mee. Nu werd het Tinbergen duidelijk waarom de rode postauto de visjes van streek maakte. Zijn ontdekking verklaarde ook andere gedragspuzzels. Een mannetjesroodborstje in voortplantingsstemming valt een dot rode veren aan. Roodborstjes kunnen prima zien, maar de aanblik van de rode borst van de concurrent wekt agressie op. Het lijkt erop dat dieren alleen reageren op een klein aantal sleutelkenmerken, signalen.